En vandaag in Recepten van Topchefs hebben we twee topchefs aan mijn beide zijden staan. Bas van Kanen, chef de cuisine bij restaurant De Leuf. En daar ben jij ook te vinden in die witte brigade, Robin van de Bunt. Hartstikke welkom hier. Normaal zitten jullie natuurlijk bij De Leuf, restaurant heel dichtbij Maastricht volgens mij. Klopt ja, 20 minuten van Maastricht dan. In Ubaksberg. Ja, dat is een mooi plaatsje. Ja, heel mooi. Hey, en vandaag gaan we met jullie aan de slag. We gaan starten en dat doen we met een voorgerecht. Wat heb je uitgekozen voor vandaag? We gaan beginnen met een makreeltje. Een mooi vissig visje, familie van de tonijn. En ja, het is gewoon onwijs lekker om daarmee te beginnen. Hele frisse smaken, veel kruiden, een appeltje, wat selderij. Oké, dus we gaan met de makreel aan de slag. Ja. Wat gaan we als eerste doen? Wie gaat als eerste aan de slag? Robin gaat beginnen met de knolselderij. Oké. Ik heb even wat tijd nodig in de oven. Die ga ik schillen. Dit gerecht van vandaag, het voorgerecht met makreel, te vinden op jullie kaart, heren? Staat bij ons op de kaart. Ja, een van de voorgerechten. Mooi. Veel handelingen, Robin, of zeg je nee? Nee, eigenlijk niet. Wij hebben in onze keuken hebben max 5 handelingen. En dat is eigenlijk meer less is more. Je kan wel 10 verschillende smaken op je bord hebben. Maar wij vinden zelf persoonlijk 5 smaken de mooiste. We horen vaker van de gasten bij ons dat ze het fijn vinden dat, dat je na de maaltijd dat je even goed nog een rustig gevoel hebt. Dat je niet meer weet wat je gegeten hebt. Dus je hebt wel eens mensen die gaan uit eten en die krijgen zoveel dingen op het bord dat het vermoeiend wordt. En dat je op een gegeven moment denkt, oh, alweer zoveel smaakjes. En wij liever gewoon een pure smaak en een bom op het bord met die 5 items. Dat ze het niet eens meer kunnen navertellen. Ja, Robin, wat ben je nu aan het doen? Je bent druk bezig? Ja. Ik heb de knol gesneden. Ik doe een klein beetje olie op. De Ojji Blanca? Ja, dat klopt. Is een beetje bitter. En kan hogere temperaturen verdragen. Ja, waar gaat zo meteen de oven in? Ja, 230 graden. En voor hoe lang? Ongeveer een kwartiertje. Oké, kwartiertje, 230 graden. Ja. Oké, en Bas, jij neemt het nu over. We gaan aan de slag met groenten. Ja. We gaan beginnen met de frisse kruidenjus. We hebben wat bleekselderij, een Granny Smith appel en een citroen. Daarbij een goed knolselderij. Ik heb hier een slow juicer en daar gaan alle groenten en kruiden eigenlijk doorheen. Mm-hmm. In die slow juicer zorg je er eigenlijk voor dat er geen hogere temperaturen loskomen op die groentes. Waardoor je veel meer vitamines en kleur behoudt. Nou, het volgende wat erin gaat is wat bleekselderij. En dat is ook weer wat minder aas, wat frisser. Mm-hmm. En toch een hele groene smaak eigenlijk erin de jus. Toen jij dit gerecht bedacht, doe je dat sowieso? Doen jullie dat trouwens samen of is dit echt een gerecht van jouw hand? Hoe werkt dat bij jullie? We doen dit gerecht in principe samen, dus we gaan gewoon samen zitten. En dan zijn er dus, dan zeg ik bijvoorbeeld van tevoren van, we hebben nu een seizoen van asperges, makreeltje, lammetje, zoiets. En dan schrijven we zeg maar wat basisdingen op die we willen gaan gebruiken. Dan gaan we daar samen besparen en dan gaan we daar componenten bij bedenken. Oké, zaken weglaten, toevoegen. Ja. In het begin is het altijd, heb je een basis op het bord en dan verfijn je het. Je verfijnt je gerecht elke week. En dat kan aan het einde van de kaart zijn, aan het einde van de week van de kaart, dat je nog dingen verandert. Is dat het leuke eraan? Ja, zeker. Ja, dat je dat helemaal zo ziet gebeuren, heel dat proces. Ja, dat is ook wel mooi, hè? Want als je... Als je dat bij ons ook ziet, we hebben een kaart en die kaart we hebben gemiddeld 5 kaarten op een jaar. Mm-hmm. Dat we een beetje een constantheid willen bieden en we hebben gewoon een vaste lijn aan gerechten die we dan zeg maar tijdens dat seizoen hebben en de producten zijn dan ook altijd mooi. Ja. Niet te veel wisselen, niet elke maand een nieuw menu, gewoon echt een mooie vastigheid. En wat je dan ziet is dat je zelfs een week voordat de nieuwe kaart ingaat, dan heb je soms nog van de inspiratie dat je op een gegeven moment denkt van... Ja, misschien moet ik dit nog maar even veranderen. En dan is dat gerecht nog maar een week, maar voor een volgende kaart, voor een volgend jaar, staat hij er wel, hè. En dan komt hij 's ochtends op de zaak en dan zie je het al aan hem van, oké. Ja, precies. We gaan wat veranderen vandaag. Goed. Ja, en dan denken de jongens in de keuken allemaal van, oh, gaan we weer. Klein beetje citroen erbij. Ja, verhoudingsgewijs, we hebben natuurlijk receptuur, staat ook allemaal online. Ja. Hoe kom je tot de juiste verhouding? Nou, eigenlijk is het zo, ik heb een recept opgeschreven en... ik vind dat ieder zijn smaak is. Toch dat vind ik met veel recepten wel. Ja. Ze zeggen altijd van een recept komt overal heel nauwkeurig op, maar misschien vind jij wat meer bleekselderij lekker. Misschien vind ik dat niet. Dus ik maak een zoetje hoe ik het lekker vind. Ja. En hoe ik denk dat
dat ik het naar onze gasten wil presenteren. En ik vind dat de mensen thuis dan natuurlijk ook moeten doen. Oké, goed, duidelijk. Dus de kijker krijgt de vrije hand. Ja, er gaat nou wat kruiden bij. Dus ik ben begonnen met een klein beetje dragon, wat munt en lavas. Ja, ik rook het al. Maar is een hele mooie frisse kleur. Ja. En het is de bedoeling dat we dezelfde smaak krijgen. Wat wil jij nu proeven? Kruidigheid, mm-hmm. Zuur, ja. Frisheid, maar ook niet te zuur. Tevreden? Zeker. Goed, oké. Okay. Ja. Nou, heel even zeven, omdat er altijd wel wat vezels in blijven zitten. Het enige wat er nog bij moet is een heel klein beetje xanthane, dat hij een klein beetje slijmerig wordt. Dat je een beetje, als je dat gerechtje straks eet. Voor de binding. Ja, precies. Ja. Dat die mooi in je mond blijft hangen. En dat een beetje, dat die smaak wat langer bij blijft. Ook hiervoor geldt, niet te veel gebruiken. Nee, precies. Je kan er beter aan toevoegen. Dat moet je gewoon weer op gevoel doen. Ik vind allemaal die weegschaaltjes in de keuken en zo. Dus gewoon op gevoel. Koken is gevoel. Hè. Duidelijk. Xanthane bindt altijd nog een klein beetje door, ja. Dus ik bind hem nou gewoon iets lichter af en over 5 minuutjes dan is hij doorgebroken en dan is hij... Even laten rusten. Ja. Die gaat de koeling in. Wat we nu gaan doen is een Granny Smith appel. Die gaan we plak snijden. Gebruik Granny Smith appel omdat het eigenlijk een van de frisse appels is. Die wordt echt gewoon heel vaak gebruikt, hè? Ja, klopt. En qua kleur zit hij natuurlijk ook helemaal in het thema. Ja. Het komt allemaal van de Fresh Web, dus ja, verser dan vers kan niet, hè? Daarom. Ik heb een steker. Ja. Steek hier hem uit. Daarna doen we hem een beetje marineren met sushi-azijn en arbequina-olie. Mm-hmm. En waarom doe je dat? Wat doet dat nou net met die smaak van die appel? De sushi-azijn geeft me een beetje frisheid. Ja. Klein beetje een zoetje. En de arbequina-olie is een beetje grassig. Ja, dat is jong gras. Ja. Dus het past heel mooi bij het gerecht. Die mooie tonen. Neemt niet weg dat je dit soort zaken natuurlijk niet te lang van tevoren kan bereiden. Nee, s'avonds alle minuten zo snel als die bon binnenkomt, dan wordt het appeltje gesneden en uitgestoken. Dat zijn gewoon dingetjes die je echt alle minuten moet doen, ja. Dat is net zo'n groentejuutje, dat maken we voor de lunch en dat maken we voor het diner opnieuw. Want dat kun je, dat wordt minder lekker hoe langer dat staat. Kijk, en nu zijn we natuurlijk met weinig aantallen bezig. Maar Robin, hoe is dat op een hele drukke dag bij de Leuf? We draaien max 40 couverts. 40 couverts, ja. En dan sta je dan met 5 in de keuken. En 2 koude kant en 3 warme kant. En dan moet je vol gas. Ja, zeker. Vol gas, hè? Het is heel belangrijk dat je goed doet plannen. Anders ga je de zeik in. En dat moeten we niet hebben? We hebben hier gedroogde quinoa. Je moet 10 uur drogen op 80 graden. Dus quinoa doen we helemaal gaar koken tot snot gaar is. Doen we het fijn draaien met een beetje zout en dan uitstrijken. Dus nu, 10 uur lang? 10 uur lang, ja. Mooi, maar dan krijg je ook wat, hè? Ja, die temperatuur moet van tevoren niet te hoog zijn en dan poft hij niet meer. Dus als je dat boven de 80, 90 graden gaat doen, dan gaat je volkant bakken in plaats van drogen. Ja. En dan krijg je nooit meer een kroephoekje wat we nu gaan krijgen. Dat wil je niet hebben natuurlijk. We gaan kijken wat er gebeurt. Het is ook heel belangrijk dat je die kroephoek op hoge temperatuur poft. Anders blijft er vet aan zitten. En ook altijd met de onderkant naar boven, zodat het vet eraf kan druipen. Met de onderkant naar boven. Vet moet er gelijk afdruipen. Dat is belangrijk. Ja. We doen hem ook meteen zouten, zodat als de olie er nog op zit, dat zout er een beetje aan blijft kleven. Als het helemaal droog is, dan gaat het zout al meteen Moet er echt in opgenomen worden. En mochten mensen geen quinoa hebben, dan kan het ook met sushi rijst of met zwarte rijst. Met parelgort, kan eigenlijk met heel veel soorten granen en zaden. De knolzader is ondertussen genoeg gepoft. Ja. Dus ga ik nu even in kokende melk met room doen. En die laten we nog heel kort doorgaren. Ja, want dat vertelde je. Dat is de reden. Dat anders, heb je, anders krijg je best een droge crème. Als je hem heel even in de room doet, krijg je en die vettigheid. Mm-hmm. En je krijgt dan daarnaast een wat smeugere en vollere crème. Qua temperatuur van de room. Waarvan zeg je van ja, dan is die goed om de knolselderij erin te doen? Dat gaat echt een beetje om de kleur. Dus als je op een gegeven moment ziet dat je een beetje van die bruine randjes gaat krijgen. Ja. Een beetje dat toffee, dat karamelachtige. Dan gaat hij uit de oven. Dan is die goed en dan gaat hij de room in. Dan heb je eigenlijk voldoende smaak aan je knol. Het is ook belangrijk als je hem doordraait dat je een beetje kookvocht bewaart.
Want als je hem doordraait en hij is te korrelig, dan kan je altijd nog een beetje kookvlok toevoegen. 2 minuten laten we dit staan. Ik ga ondertussen het makreeltje eventjes verder afmaken. Je werkt graag met makreel? Ja, heel graag. Het is eigenlijk dus een tonijnachtige. Maar het is wat vissiger als tonijn. En dat geeft ook wel weer iets heel eigens, vind ik, aan zo'n makreeltje. Ik vind het graag heel lekker. Wat ik met dit makreeltje heb gedaan, ik heb hem van tevoren 8 uur gepekeld. Met een pekel met 10% suiker op 100% zout. Dus een heel klein beetje zoetje erbij hebt. Ja. En dan gaat die 8 uur gaat die in de pekel. Okay, dus die verhouding is wel heel belangrijk. Maar dat is ook weer zoiets, dat is naar eigen smaak. Het kan zijn dat er mensen zijn die het liever wat zoeter hebben of die er liever geen suiker in hebben. Dus ga ermee aan de slag en proef en kijk wat het doet. Ja, precies. En wanneer kijk, het naar jouw tevredenheid is. Het gerechtje en de gerechten die we vandaag maken, dat moet een inspiratie zijn voor mensen. Het is voor mij niet de bedoeling dat mensen het gaan namaken. Nee, je wilt geen copycat. Nee, precies. Nee. Ik vind dat mensen geïnspireerd moeten raken op wat wij nu maken en daar een eigen ding mee gaan doen. Dat vind ik belangrijk. De makreel, gepekeld en wel. We hebben dus de makreel gepekeld en ik heb hem geplakt met glutaminaat, Activa ook wel. Een natuurlijk eiwitpoeder, waardoor die dus heel mooi aan elkaar blijft plakken. Ja. Er zit altijd een klein vliesje op een makreel, wat niet zo lekker weg eet. Ja. Dat heb ik aan de andere kant ook al gedaan. En het enige wat ik er nu eigenlijk mee doe, is ik ga hem heel lichtjes marineren. Ja. En, wat ga je daarvoor gebruiken? Ik ga daar de uramado-olie voor gebruiken. Ja, smoked. Ja, dit is de rookolie. En het verschil eigenlijk met deze rookolie is dat er geen extracten aan toe zijn gevoegd. En dat proef je ook echt heel erg. Het is gewoon net of dat je hem zelf gerookt hebt, zeg maar. Gewoon een hele mooie, intense rooksmaak. In plaats van die neppe smaak die je vaak in zo'n flesje vindt. Het is een hele mooie rooksmaak, maar weinig van nodig. Heel weinig. Heel subtiel. En als je daar te veel van gebruikt, dan is je gerechtje niemand te eten. Nee, het heeft ook helemaal niet nodig. Nou, hij heeft dus eigenlijk al een wijze van garing gehad door de pekel. Ja, dus ook bizon. Ja, eigenlijk is de structuur is al helemaal veranderd. Die is wat steviger geworden als normaal. Mm-hmm. En het enige wat ik daar nu nog mee ga doen, is een klein beetje een chevische bereiding. Een klein beetje citroenrasp en dan dus de gerookte olie. Ja. En dat laat ik dan nog een minuutje of 5 staan, dat het een klein beetje kan marineren, zeg maar. Kijk. Het hoeft echt maar een druppeltje per stukje makreel te hebben, want anders wordt het echt te heftig. Even insmeren. Een klein beetje insmeren, ja. En gaat er zo een heel klein beetje citroensap op. Ook weer die frisheid meteen een beetje terugbrengen en dan zet ik hem weer koud. Dat het lekkerste als dat echt goed koud bij het gerechtje komt. Ik heb er eigenlijk nu al zin in, maar dat snappen jullie wel. Nou, deze gaan ondertussen weer koud. Ik ga nu de knolselderij gaan pureren. Het is het beste dat je het met een schuimspaantje eruit haalt, zodat je niet te veel vocht meeneemt. Want je kan altijd vocht toevoegen. Als je te veel vocht hebt, word je gekrempt, slap en dan loopt die helemaal uit op je bord. En dat is niet mooi. Oké, dus op die manier kun je dat gewoon ja. Het beste doen. En deze gaat mee. Ja. Oké, Robin, okay. De check. Crème is zo goed. Ja, het is een heel proces, hè? Heeft hij zich daar afgespeeld. Klopt. Wat wil jij zien? Wat een stevige, mooie, gladde crème hebben. Ja. Hij moet niet wegvloeien op het bord. Nee. Als je een dotje zet of zo, dan moet het nog blijven staan. Ja. Dus, chefs, tevreden voor zo? Perfect zo. Oké, goed. Dan gaat hij de spuitzak in. En dan gaan we zo meteen richting dresseren van het bord. Ja, klopt. Ja? Ik ga beginnen met de makreel. Ja. Zoals je nou ziet, dat is een klein beetje wit geworden en dat is een klein beetje gegaard door de zuren. Ja. Net weer een beetje een andere structuur. En ook weer een klein beetje de frisheid van de citrus erbij. Okay. Dan gaan we verder met de crème van geroosterde knolselderij. Ja. Een beetje knoltoffee. En wat ik nog belangrijk vind met het dresseren is dat je eigenlijk bij elke hap die je gaat nemen, dat je die smaak allemaal bij elkaar hebt. Dus eigenlijk help je op die manier de gast op weg om de juiste smaak in de mond te krijgen. Ja, precies. Wij stellen dat gerechtje een beetje samen op die verschillende smaken. Dus dan is het eigenlijk ook een beetje de bedoeling dat je de gast stuurt dat hij die smaak ook samen eet. Ik heb hier een klein beetje bieslook mayonaise. Mm-hmm. Dus het is gewoon een basis mayonaise, maar in plaats van normale olie gebruik je bieslookolie. En die kan je prima van tevoren maken. Precies. Dan hebben we daar wat appeltjes bij. Dat zijn de Granny Smith appeltjes, die zijn gemarineerd in de abikina olie. Met een klein beetje toucherazijn. Dat blijft mooi krokant. Dat is echt een beetje een bite. En een hele mooie flans, hè? Ja. Nou, de krokante quinoa. Krokante bite, ja. Ja. Want je hebt eigenlijk je pureetje, je mayonaise. Heel veel structuur van die gepekelde makreel. En
een beetje bite. Staat ook mooi en lekker bij. Ik zie je alles opbouwen zo van, oké, 3 van alles. En nu ga je toch creatief en speels ermee spelen. Ja, precies. Nu dat laatste detail is voor het oog. Wat ik meestal zie met mensen, als mensen beginnen met eten, dat mensen eerst iets krokants gaan pakken. Ja, dat is me opgevallen, zeg maar, want ik breng wel vaak dat voorgerecht naar de mensen. En dan loop ik weg en dan zie ik wel eens waar mensen aan beginnen. En dan zie je heel vaak dat mensen beginnen, pakken ze een krokantje en dan is het van hoppakee. Dat is gewoon wel... Daarom doe ik dat op één plek. Dat is wat een mens wil en daar hou je rekening mee. Ja, precies. Ja, en daarom ben jij ook zo vaak voorin te vinden met je brigade. Ja, we lopen dus eigenlijk allemaal wel eens een gerechtje mee. En dat is puur om voor onszelf, om ons een beetje te laten zien. Mm-hmm. En ook het feit dat mensen vinden het gewoon ontzettend leuk als er een korte zaak in komt. Want die heeft het gemaakt, hè? Voor hen. Ja, precies. Bij deze, we gaan er wat ziltigheid, een ziltige kres aan toevoegen. Ja, we hebben de Saliconia kres van Koppert kres. Ja. En dat zijn dat hele jonge zeekraalscheutjes. Dus dat is gewoon, hier zit absoluut geen hout in zoals je dat vaak in de zeekraal van de bodem vindt. Daarbij hebben we nog wat limoenkres. We gaan toch wel weer veel met citrus doen. En dan is die frisheid van die limoenkres is daar heel lekker bij. We zijn nog niet klaar, hè? Nee. Is dit trouwens iets wat jullie doen in de keuken of wordt dat gedaan aan de voorzijde? Dat is echt heel verschillend per gerecht. Ik vind dit vind ik mooier om hem van tevoren bijvoorbeeld af te maken met jus. Ja. Maar er zijn ook gerechten die bijvoorbeeld mooier ogen als je de jus pas aan tafel doet. Ja. Dus dat ligt echt aan het gerecht. Oké, maar hij gaat er voor dit moment nu bij. Ja. Ga je rap? Dit was dus de frisse kruidenjus. Appel, bleek, selderij. Heel veel soorten kruiden. Dat kun je naar eigen smaak een beetje doen. Kijk. Nou, de finishing touch. Dan hebben we nog de ahumado. De gerookte... De smoked arugina, die gaat er nog net even bij als laatste. Ja, en dat is dus echt, de dosering is daar heel belangrijk in. Het is gewoon echt nog 1 of 2 druppels in dat gerecht. Dat je gewoon met het eten ondertussen nog zo'n rookbommetje krijgt. Ja, het blijft zo mooi leren. Ja. Nou. Chef. Dit is het gerechtje. Ja. Klaar om te proeven. Ja, ik zie een glimlach op je gezicht. En ook op die van jou. Tevreden. Absoluut. Ja, dan gaan we het meegeven richting de gast. Ja. En bij deze heren bedankt voor een schitterend voorgerecht. Van de hand van Bas en Robin van Restaurant Leuf. Ik zou zeggen, gaat u zelf natuurlijk ook aan de slag. Kijk op receptenvantopchefs.nl.